Sta ik er ook op? Ja, je staat erop. Mooi zo. Allereerst wil ik en John iedereen bedanken die hier aanwezig zijn. De mensen hebben denk ik al een flyer gehad. Die weten wat de bedoeling is. We gaan er op een hele rustige manier heen. We houden daar als het ware een stilteproces. We delen dan flyers uit en we gaan in gesprek met de jury. We beantwoorden vragen, et cetera. Het moet gewoon rustig blijven. Geen geweld, geen geschandeel en geen vernielingen. Want we staan hier de naam van alle kinderen en dat moeten wij ook een goed voorbeeld zijn. Dus we gaan zo vertrekken. Wel, kom zitten. Wel. Voor mijn buren die heeft het langer dan een week. Ik wil jullie allereerst hartstikke bedanken voor jullie opkomst hier naartoe. Ik weet dat jullie het in je hart allemaal voor de kinderen doen. Ik hoop dat jullie goed opletten op jullie kinderen. Nu jullie dit weten, dat hij hier woont. Let op jongens, want het is zo makkelijk gezegd. Eén kind misbruiken, het kind heeft levenslang, mensen. Levenslang. Ik ben 51 jaar en nog word ik soms gillend wakker wat er op mijn 7e gebeurd is met me. Ik zal het nooit meer vergeten. En ik hoop dat deze man misschien wel gaat verhuizen naar Aruba of zo. Maar niet meer hier in de buurt. Niet meer hier in de buurt. Laten we het misschien een eis maken naar de burgemeester. En naar alle burgemeesters toe. Informeer de buren wie wat waar woont. En zeker als het om een pedofiel gaat. Of die nu veroordeeld is of niet. Ik dank jullie allemaal namens de kinderen. Thank you.